Hoi, guys. Welkom bij een nieuwe... Vlog! Hi, ik zit hier verstopt. Jullie zien me niet. Ja, we zien je wel. Maar we zijn nu bij de Kuip. Want we gaan naar de bios. We gaan naar Koffiepanda 4. Ja, de kids hebben een studiedag. Het is, was gisteren Pasen. En de studiedag dachten ze, ja, is leuk om erachteraan te plakken. Dus we gaan nu naar de bios. Maar het regent. Dus we gaan snel, want de film begint om 2:00. En het is volgens mij 2:50. Ja, dus we gaan snel. Doei! Deze kinderen denken echt dat ik geld te veel heb of zo. Laat me maar wat voor mezelf gaan halen. Ik heb trek in nachos. Laat ze maar lekker die snoepjes scheppen. Ik ga even wat anders pakken. Zo, we zijn even een stukje aan het lopen. We gaan naar de kringloopwinkel. Want blijkbaar is deze hier zo nieuw geopend in Feyenoord. Het draait kapot hard. We gaan even hier kijken of we leuke dingen kunnen vinden voor die kinderen. Er was één. Tijd. Voor ik je geneuk. Kende staat er. Kende. Wil je die meenemen? Lijkt me wel leuk. Lijkt je wel leuk? Oké, is goed. Neem hem maar mee. Maar hij moet je wel bij je houden. Ja. Oké. Kan je nog even verder kijken? Of je wat nog wat anders ziet? Nou, de kinderen hebben een troepje gevonden om mee te nemen. Hè, Vienna? Nee. Ze zegt toch, kijk uit. Ik had net zo goed kunnen zeggen, loop maar door de plas. Misschien had ze het dan niet gedaan. Maar goed, we lopen nu lekker weer naar de auto. Het weer is echt raar. Maar, loopt er nog één door een plas? Hè? Ik heb trouwens, mensen, in ieder geval niet ik, Vienna. Wat heb je ook alweer gevonden, Vienna? Speelgoed. Nee. De camera. De camera kabel. Kabel. Yes, mensen. Mijn kabel is weer boven water na 4 maanden kwijt te zijn. Nieuwe kabels gekocht. Mama? Ja. En mensen, wat is dit? Een cirkel. Oké. Okay. Dit is een cirkel, dit is een 9. Oh. Anyway, Vienna heeft mijn kabel gevonden. Terwijl op een plek waar ik al 6-7 keer had gekeken. Maar ja, dit we hebben dit gevonden. Nee, het is een... Hey, ik heb spierpijn. Hey, jongens, dames en heren, appels en peren. Ik zit op boksen. Ik ga dood. Ik ga dood. Melissa die mat me helemaal af. Maar oké. Dus dat, ja. Ik ga nu gewoon lekker weer veel vloggen. Kijken wanneer we leuke dingetjes doen en zo. En dan ga ik jullie gewoon weer erin meenemen. Ik ben echt blij dat mijn kabels weer gevonden zijn, man. Ik zweer, ik dacht iemand had ze gestolen. Je weet toch wanneer je als moeder zijnde zeg maar weet dat je iets ergens hebt gezet. En als je dan zeg maar kwijt bent, dan ga je er al gelijk van uit dat het gestolen is. Maar goed,
tas is niet gestolen. Het was gewoon goed bewaard. Laten we het daar ophouden. Zo. Daar zit ik dan. In de parkeergarage van werk. Ik heb zo geen zin. Ik heb nooit zin om te werken. Ik ga dit ook niet volhouden tot mijn pensioen. Ik heb er nooit zin in. Ik vind het nooit leuk. Ik heb gewoon een rijke vent nodig. Jongens, echt waar. Hoe ga ik dit volhouden tot mijn pensioen? Even serieus. Nu heb ik dus 3 nachten. Vandaag is het dinsdag. Dus ik heb nu 3 nachten. En ik wacht echt tot het laatste moment voordat ik naar boven ga. Ik sta nu in de parkeergarage. Volgens mij heb ik dat al gezegd. Maar oké. Even serieus. Hoe kan iemand dit volhouden? Hè? Ik snap dat niet. Hoe kan je met plezier naar je werk gaan? En ik was zeg maar bij mijn vorige baan waar ik werkte, moest ik iedere keer om het weekend werken. En nu zit ik in een flexpool. En zo mag ik zeg maar zelf mijn dagen bepalen. Maar echt, jongens, zelfs als ik het zelf bepaal, wil ik het niet eens. Kijk, weet je wat ik wil? Ik wil gewoon huisvrouw zijn. Ik wil gewoon lekker thuis koken, boodschappen doen overdag. Je weet toch? Gewoon. En gewoon geld hebben. Dus als een van jullie nog een rijke oom heeft, dan mag hij me een berichtje sturen. Nee, dat was een grapje. Nee, dadelijk krijg ik zomaar berichten van gekke sugar daddies. Niet dat ik het erg zou vinden of zo. Oké, nee, nu ga ik echt naar boven. Het is 42. Ik moet de lift pakken. Ik ben precies 45 op de afdeling. Ja, rustig zijn. Pap! Op een idee. Verder. Mag ik drinken? Ja, zo. Kijk, hè? Veel zon vandaag. Hoi hoi. We zijn in Blijdorp. Het dierentuin, we gaan nu naar Oceanen. Oceanen, ja. Maar volgens mij gaan we zo daar kijken. Ik heb een beestje hier. Is hij dood? Ja, een beestje. Oh, die komen straks daar. Ja, maar ze doen hem even. Dat kan toch wel. Ja, maar daar is ook een speeltuin. Hè? Ze is tricky, hè? Is tricky, hè? Is een beetje gevaarlijk, hè? Als ze die kant op gaan. Ja, niet zo hard lopen.
Ja, je was aan het vertellen. We zijn in... Ja, we zijn in Blijdorp. Want ons kleine neefje is jarig. Die is 2 geworden vandaag. En mijn haar is vers. Ik wilde jullie nog beelden laten zien van mijn werk. Maar mijn batterij was leeg. Dus heb ik niet meer kunnen doen. Dus we zijn opeens in de Tierenzee. We gaan nu naar het Oceanium. Het is lekker weer hoor. Vandaag. Hè? Ja. Ja. Hoi Jay. Hoi. Hoi Vian. We zijn met een heel gezellig groepje. We hebben lekker eten, drinken, alles mee. Want het is allemaal stervensduur hier. En iedereen loopt daarachter. Ik dacht dat we in een restaurant zouden gaan. Restaurant? Ja. Nee. Zo'n klein café. Nee. Dus ja. Nee, wacht dan. Oh, wow. Nou, ben je er klaar mee, meid? Ja, dat was leuk. Hoorde je? Zo. En we zijn weer bij turnen. Het is vandaag maandag. En ik weet niet of ik dat in de vorige vlogs heb verteld. Maar Vienna die was van haar andere turnen heb ik haar van afgehaald. Ik heb zelf die keuze gemaakt. Want er was elke keer wat en zogenaamd hield zij die groep iedere keer op en deed ze niet mee. En als zij niet meedeed, dan wilden de andere meiden ook niet meedoen. En toen moest ze zeg maar zich 2 keer bewijzen of ze wel haar best deed, ja of nee. En als ze dat niet deed, dan moest ze terug naar regulieren, want ze zit in een selectiegroep. En dat wilde ik eigenlijk niet. Want ik wist gewoon dat ze kan het gewoon heel goed. Ze is gewoon echt goed in turnen. Dus hebben we, na 2 keer proberen heeft ze dus toch de best niet gedaan. En moest ze er van af. Of in ieder geval heb ik haar ervan afgehaald. En toen hebben we het heel even zo gelaten.
En eigenlijk nu sinds een maandje turnt ze nu hier bij haar nieuwe turnschool. En het gaat eigenlijk goed. Ze hebben aan haar gezien dat ze gewoon potentie heeft en dat ze gewoon goed haar best doet en dat ze het gewoon kan. Dus heeft ze eerst de eerste proefles meegedaan met de reguliere les. Nou, daar zagen ze gewoon dat ze te goed is daarvoor en hebben ze haar gelijk in de selectiegroep gezet. Wat ik dus gewoon echt super, super goed van haar vind, dat ze het gewoon nog steeds kan. We zijn natuurlijk een aantal maanden gestopt. En ja, dus nu turnt ze 2 keer per week in plaats van 1, want op die andere turnde ze 1 keer per week. Dat was alleen de zaterdag en nu turnt ze 2 keer. En als ze dan ouder is, dan gaan ze het omzetten naar 3 keer per week. Dus dat is wel goed. Ja. En dit is ook gewoon, dit is ook de turnschool zeg maar, die bij mij al sowieso op nummer 2 stond. In de zin van, ik wilde haar eigenlijk al van die andere afhalen. Omdat met wedstrijden en zo zag ik deze school en dan zag ik gewoon die meiden en dat vond ik zo leuk om te zien. En gewoon al die meiden in hetzelfde pakje en dat hadden ze bij haar vorige turnschooltje niet. Dus ja, ik ben super trots op haar. Nou ja, aangezien ik zo lang gestopt ben met vloggen en het nu weer ga oppakken, waar ik ook gewoon heel veel zin in heb, zijn er natuurlijk heel veel dingen veranderd. Day die is gestopt met kickboksen, want dat was elke zaterdag weer een gezeik. Met hij wil het niet, dan weer wel, dan als we thuis zijn wilde die toch, was het te laat. Bla bla bla, dat was elke keer weer wat. En ik ben zo'n moeder, kijk, ik ga je niet dwingen om iets te doen wat je niet leuk vindt, maar ik wil wel dat je op een sport zit. Nou hebben allebei de kinderen al hun ABC-diploma, daar ben ik ook super trots op. Vienna die zit dan nu op turnen en dit vindt ze hartstikke leuk. Maar Dedy doet nu nog niks. Nou zijn we ook met school met hem bezig. Omdat hij ja, toch best wel wat achterloopt. En dingen lastiger vindt. En veel meer de tijd nodig heeft die ze op een reguliere basisschool niet voor hem hebben. Dus zijn we nu aan het kijken voor speciaal onderwijs. Waar ze ook kleinere klasjes hebben en dat soort dingen. Daar moeten we over 2 weken heen. Een oriëntatiegesprek. En dat was ook voor mij als moeder echt, echt moeilijk om me daar overheen te zetten. Omdat ik weet, kijk, als moeder zijnde, je weet gewoon wanneer je kinderen het lastig vinden en het gewoon echt niet kunnen. Maar je weet ook gewoon wanneer je kinderen het kunnen. En ik merkte aan D dat hij eigenlijk vanaf groep 4 al moeite had. Hij zit nu in groep 6. Dat het eigenlijk in groep 3 al een beetje wankel. En in groep 4 kwamen ze erachter dat hij gewoon ja, heel ver achterloopt, zeg maar. Maar toen kwam die juf op het laatste gesprek, met het laatste rapportgesprek, zeggen van ja, misschien is het een idee om hem te laten zitten. Dan denk ik, ja, dat heb je me het hele schooljaar niet verteld. Dus dat gaan we nu ook niet doen. En toen is hij dus naar groep 5 gegaan. Daar had hij een hele lieve juf. Die was ook wel echt intensief met hem bezig om te kijken wat hij wel goed deed en wel en niet goed deed. Nou ja, toen eigenlijk een heel verhaal om lang verhaal kort te maken. We gaan dus nu uiteindelijk toch voor speciaal onderwijs. En waarom ik het lastig vond als moeder om mij daar overheen te zetten, is omdat ik ook een stiefzoontje heb gehad toen ik nog met de vader van de kinderen was. En die had ook heel veel moeite op school en daar zag je gewoon echt aan van die heeft gewoon echt heel veel moeite. En dus ik heb zeg maar... als moeder zijnde heb ik zeg maar verschil gezien in kinderen die het echt niet kunnen en kinderen die het gewoon, die gewoon te lui zijn. En mijn kinderen zijn gewoon fucking lui. Maar oké, okay, dat terzijde. Ik moet ook op gesprek voor Vienna. Want die, daarvan ziet de juf ook dat zij moeite heeft. En aan de ene kant heb ik zoiets van, weet je wat, zet haar maar ook gewoon op die speciaal onderwijs. Dan ben ik ermee klaar met dat gezeik. Want ze zit in groep 3 en ze moet, ik vind sowieso dat ze überhaupt kapot veel vragen aan de kinderen die nu in groep 3 zitten. Maar goed, zij heeft dus ook moeite. Zij loopt ook achter, zeg maar. Het duurt allemaal langer voordat ze dingen begrijpt en dingen snapt. En nou ja, in een klas met 22 kinderen of 18 kinderen, dat is gewoon niet haalbaar. Dus heb ik voor haar, even kijken, volgens mij volgende week of ook over 2 weken gesprek met de juf dan.
En ik heb voor mezelf gewoon voorgenomen dat ik gewoon in dat gesprek zelf ga aankaarten van weet je wat. We gaan gewoon lekker iemand naar haar laten kijken in de klas. Dus heel het traject wat Dee dan ook heeft gelopen. Dan komt er eerst iemand kijken in de klas. En dan komt er volgens mij ook iemand kijken van buitenaf. Ik heb geen flauw idee hoe dat gaat. Maar dan moeten ze zeg maar zo'n speciale toelaatbaarheidsverklaring moet dan worden aangevraagd. En dan kan dat kind dan ingeschreven worden op een school als hij of zij die verklaring heeft. Nou had ik natuurlijk dat stiefzoontje al en die zat dus op speciaal onderwijs. Dus ik weet ook naar welke school ik de kinderen wil laten gaan. Dat gewoon omdat ik die school al ken. Ik weet hoe hun werkwijze is en ik vind het gewoon een prettige school. Dus ja, dat is een beetje de update van ons leven nu. Het is allemaal... Ik heb trouwens ook een andere baan. Ik werk ergens anders sinds januari volgens mij. Februari, weet ik veel. Dat ook weer zo'n gezeik hadden we daar. Of in ieder geval had ik daar op mijn werk, op mijn oude werk. Want ik heb een klein contract en ze verplichten mij om het weekend om en om te werken. Maar met de uren die ik heb, haal ik het niet om dan genoeg vrije dagen ertussen te hebben. Om dan om en om het weekend te werken. Waardoor ze dus iedere keer 4 nachten achter 1 plakten. Ja, daar zit ik gewoon niet op te wachten. Daar heb ik gewoon geen zin in. Dus dus ik heb ook een nieuwe baan. Dus ik werk nu ergens anders, waar ik het heel erg naar mijn zin heb. Ik werk nu in de flexpool. Dus ik kan zelf mijn dagen bepalen, welke dagen ik werk. Ik maak zelf mijn rooster. Dus het is gewoon ook leuk om hier te werken. Het is lekker dicht bij huis, 3 keer rollen. En ik ben op mijn werk. Ik werk nu ook in een dat gebouw waar ik in werk is revalidatie. Dus, en wat ik dan, omdat ik dan zelf mijn diensten mag inroosteren, omdat ik in de flexpool zit, kies ik gewoon op welke afdeling ik zelf werk en waar de diensten openstaan. Ik werk wel nog steeds in alleen nachtdiensten, omdat het gewoon makkelijker te combineren is met thuis en de kinderen en de sport wat ze doen en zo. Dus ja, ik ben weer back on track. Maar ik wilde jullie gewoon even een update geven. Ook hebben we de 70 abonnees aangetikt. Dus daar ben ik zo blij om. Dus ja, we gaan voor de 100, hè. We gaan voor de 100 abonnees. Dat is het gewoon. Ik sport lekker. Ik doe lekker mijn ding. Ik ben met de kinderen bezig. En ja... Dus dat. Het gaat goed. Het ging een tijdje niet goed. Het ging een tijdje niet goed in de zin van dat ik gewoon mentaal gewoon niet zag zitten om te vloggen. En ik was natuurlijk die kabels kwijt die we uiteindelijk weer hebben gevonden. Er was gewoon veel gaande. Wat gewoon veel negativiteit was. En waardoor ik gewoon geen zin had om te vloggen. En ja, het blijft gewoon pittig om alleenstaande moeder te zijn natuurlijk. En om proberen om ook je eigen leven een beetje kleur te geven en er voor je kinderen te zijn. Nou werk ik natuurlijk eindelijk op een plek waar ik best wel soort van op mijn plek zit, vind ik persoonlijk. Nog steeds, ik zit wel op mijn plek, maar ik wil nog steeds niet werken. Dus dat gaat er bij mij echt niet uit, denk ik. Ik wil gewoon huisvrouw zijn. Ik wil gewoon mijn man die gewoon lekker gaat werken en gewoon... en die gewoon... ik zorg gewoon voor het koken, voor het huis en alles en dat. Ik heb gewoon helemaal geen zin om te werken. Ik snap ook niet waar het voor nodig is. Waarom moeten we werken? Waarom... Ja, ik vind gewoon niet dat dat hoort. Ik vind gewoon dat een vrouw zoals ik gewoon lekker de leven moet leiden... Gewoon een klein beetje geld op de rekening. En gewoon lekker de creditcard van de man gebruiken. En niet misbruiken, hè. Gebruiken. En gewoon lekker koken, boodschapjes doen. De kinderen van school, de sport met de kinderen. En gewoon... Ik zeg je eerlijk, als een man. De mensen die mij kennen weten dit gewoon. Ik zeg het tegen iedereen.
om mij heen. Als ik nu een man in mijn leven krijg die zegt, schat, je hoeft niet te werken, het is niet nodig. Ik stop per direct. Ik stop gisteren. Ik stop gisteren. Ik stop niet vandaag. Ik stop gisteren. Ik heb gewoon geen zin. Ik heb gewoon echt geen zin. Ik snap ook niet. Weet je wat ik niet snap? Ik snap ook niet hoe iemand, zeg maar, elke dag opstaat en denkt, zo, we gaan vandaag weer lekker werken en ik ga naar mijn werk. Nee, nee. Waarom zou je dat willen? Waarom zou je dat leuk vinden? Waarom? Nee, ik heb dat niet. Ik heb dat gewoon totaal niet. Nooit gehad ook. En het is niet dat ik het niet leuk vind, want als ik nu naar mijn werk ga, gewoon de gesprekken die ik heb met de mensen, en het, wat ik zeg, het is revalidatie, dus het zijn mensen die komen, zijn gaan en weer gaan. Dus dat is ook bij mij. Ik hou niet van eentonige dingen, dus daarom kies ik ook voor de flex en kan ik op elke etage staan waar ik wil en vind ik het hartstikke leuk. En de mensen die je dan weer ziet, en dan bijvoorbeeld net zoals vandaag sta ik op de 7e, vorige week heb ik op de 3e gestaan, dus die mensen zie ik dan even niet en dan zie ik ze weer en dan zijn ze weer een stukje vooruit gegaan of ook niet, want je hebt natuurlijk ook mensen die achteruit gaan. Maar het is gewoon leuk om dan de mensen, zeg maar, te zien verbeteren. Je kan gewoon leuke gesprekken hebben. Ik heb bijvoorbeeld met een vrouw een heel fijn gesprek gehad. Toen ik er heel erg mee zat. Toen mijn zoontje toen deed. Zomaar zeg ik mijn zoontje, alsof jullie niet weten. Maar toen ik met deed zat, zeg maar, met die school en zo. En het is niet dat ik mijn privé dingen vertel. Maar het is gewoon iets wat mij eventjes op dat moment dwars zit. En uiteindelijk had zij hetzelfde verhaal met haar, volgens mij, kleinzoon meegemaakt. Die uiteindelijk ook gewoon nu een fucking goede baan heeft, dan denk ik, ja, dat zijn wel die kleine dingen die je dan op dat moment even nodig hebt als moeder zijnde. En dat is dan weer ook een stukje wat ik in de relatie mis, om met iemand te kunnen sparren en dat soort dingen. En ik ga zelf natuurlijk naar de kerk, zoals jullie dat weten. En ik haal ook best wel veel kracht uit het geloof. Maar eerlijk is eerlijk, ik weet ook echt, als je met God praat, krijg je antwoord. Daar geloof ik echt oprecht in. Maar het gaat mij meer om dat gewoon die interactie met iemand. Weet je, dat je met iemand praat en dat iemand zegt, oh ja, ja, nee, oh ja. Of gewoon iemand die gewoon even naar je luistert, snap je? En ik weet echt, als ik met God praat, krijg ik echt antwoorden. Sla je de Bijbel open, lees je iets en dan denk je, oh ja, haal je kracht daar echt uit. Maar soms heb je gewoon, het is gewoon menselijk, klaar. Je hebt gewoon iemand nodig waar je even tegen kan praten, waar je gewoon even mee kan sparren. En ja, dat mis ik gewoon wel echt heel erg. Feit blijft wel dat ik gewoon lekker alleen kan zijn. En dat wat dat betreft ik niet per se iemand nodig heb daarvoor, zeg maar. Ik kan gewoon alleen zijn en dat soort dingen. Maar het is gewoon, ja, soms een beetje dat je denkt van, ja, ik heb gewoon even zo'n steuntje in de rug nodig. Maar goed, we blijven positief. Het komt, het komt, het komt wanneer het komt. Ik ben niet op zoek. Dus dat. Het komt gewoon vanzelf. En ik ga gewoon lekker leven met mijn kinderen. En dit jaar word ik 30. Dus we moeten echt bottles gaan poppen dit jaar. Ik wil op vakantie op mijn verjaardag. Alleen zonder de kinderen. Ja, ik ben die moeder die geen schuldgevoel krijgt wanneer ze alleen op vakantie gaat. Of alleen weggaat. Of wanneer de kinderen er niet zijn. Dus dat. Maar goed, ik ga rijden, want ik praat al te veel. Volgens mij zit ik al, hoe lang zit ik al te praten? Een kwartier, moet dit. Oké, nee, ik ga naar huis. Ik ga lekker koken. Het is nu 5:00. Dedy is lekker thuis zijn huiswerk aan het maken. En die is de 24e van maart jarig geweest. Dus die heeft een PlayStation gehad. Dus die is lekker, die doet lekker zijn ding. Hij is nu een tiener, hè? Dus die doet lekker zijn ding. Ik ga gewoon nu koken. En Vienne turnt van 5:30 tot 7:00. Ja, van 5:30 tot 7:00 turnt Vienne. Dus als zij straks aan het turnen komt, dan kan ze lekker eten, douchen en naar bed. En Dedy maakt zijn huiswerk, gaat lekker Fortnite lopen schreeuwen op die PlayStation. Die heeft hij in zijn kamer. Of in ieder geval die gedeelde kamer natuurlijk die ze hebben. Als je mijn vorige vlogs hebt gezien, dan weet je dat ze een kamer delen. En ja, dus dat. Nou, ik praat alweer te veel. Ik zie jullie later. Doei!